Mens die wil dolgraag geloven, maar er is niet een objectief vaststelbare zin van het leven. Nee, die is er niet. Hoe kun je überhaupt denken dat je als Christen op dit moment in tijd toevallig bij de juiste God bent geboren? Ik heb helemaal niets met het geloof. Ja. Nee. Tegenwoordig hebben we natuurlijk een veel beter systeem om de wereld te verklaren dan we 2000 jaar geleden hadden. Want we hebben de moderne wetenschap. Dit is Wegwijzers. wegwijzers. Een podcast waarin theoloog Raymond Hassou je navigeert langs allerlei geloofsvragen. Dit is aflevering 2. Leuk dat je weer bij ons bent en dat je de tijd neemt om naar deze podcast te luisteren. Want in deze serie behandelt theoloog Raymond Hassou in ieder aflevering een prangende vraag over het christelijk geloof. En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Je hoort wel eens zeggen een christen gelooft in sprookjes. Is geloven in God iets voor naïeve en domme mensen? Nou, Raymond, een christen gelooft in sprookjes. En als je naar de kerk gaat, dan moet je je verstand bij de ingang achterlaten. Geloven is voor domme mensen. Ja, ik vind het een prachtige stelling, omdat het inderdaad een stelling is, een uitspraak is, uitspraakkun zijn, die je vaak tegenkomt. Is het geloof niet gewoon een sprookje waar we in geloven? Zijn die mensen niet gewoon een beetje dom? Moeten ze niet hun verstand weer opnieuw aanzetten. Nu, ik moet toegeven als je het vergelijkt met sprookjes, sprookjes zijn natuurlijk heel erg divers. Um, als ik kijk naar alleen het kabouterverhaal, de kabouters in Vlaanderen zullen er misschien anders uitzien dan de kabouters in Nederland. Maar als je kijkt naar het christendom, het christelijk geloof, om het daar even over te hebben, want dan, dat is makkelijker als focus. Dan hebben wij maar één boek. We hebben niet duizenden boeken. We hebben één boek. Natuurlijk snap ik dat de Bijbel een bibliotheek is, die ook uit verschillende boeken bestaat. Maar daarin is er wel één verhaal. Dat door blijft lopen, en dat gaat over Jezus. Dat gaat over het feit dat Hij historisch een historisch persoon is geweest, een historisch persoon is geweest die heeft geleefd, waar wij informatie over opdoen, waar wij het verhaal. Van horen, van zijn, van zijn kruisiging, van zijn opstanding. Wat dat betreft, kun je het bijna vergelijken met een, een, ja, een, de historiek die we hebben van Karel de Grote. Daar hebben we ook boeken over. En ik vind het is een beetje absurd om te zeggen. Ja, jij gelooft in Karel de Grote. Dat is als een sprookje. Ja, nee, moment. Wacht even. Uh, ik heb het nu over het historisch geloof in Karel de Grote. Dat kun je net zo goed zeggen over het historisch geloof in Jezus. Alleen zijn dat daar vraagstukken die niet opgelost zijn. Er zijn vraagstukken. Waar mensen in die tijd over reflecteren en waar ze van zeggen: Jezus is uit de dood opgestaan. En die mensen hebben daar ervaringen over. En daar blijven niet alleen maar bij. Je ziet ook dat er vandaag nog steeds, en eigenlijk de hele kerkgeschiedenis door, ervaringen zijn met Jezus die heel sterk daarop lijken. En dat heb ik minder met kabouters. Ik ben opgegroeid. Met mijn kinderen in Vlaanderen, ik woon er al twintig jaar. Ik heb de kabouterverhalen gezien, we hebben daarvan genoten. Van kabouter Plop tot en met Piet Piraat. Maar mijn kinderen hebben altijd een goed onderscheid kunnen maken tussen die kabouterverhalen die uh, niet historisch zijn. Uh, ook al doen daar, doet daar een burgemeester mee als Plop, Maar de verhalen die wij met hen bespreken over Jezus, ja, die zijn van een heel andere orde. Je kunt eigenlijk zeggen van, als, als gelovigen zijn wij juist mensen die niet dom willen zijn. Of die ons staan aan de kapstok ophangen. Nee, wij worden juist uitgedaagd in onze cultuur om meer na te denken over dat geloof. Mijn kinderen die opgroeien in Vlaanderen, die zijn... In hun klas zeer bijzonder, omdat ze een van de weinigen zijn in die grote meute van eh, jongeren die niet geloven, tieners die niet geloven, of tieners die met een rooms-katholieke achtergrond zijn opgegroeid. Zijn zij zeer uitzonderlijk, want zij geloven wel. Dus zij denken heel veel na over dat geloof. Veel meer dan de klasgenoten. Want ze denken: waarom zijn wij zo? Wil ik wel zo zijn? Geloof ik wel dat God bestaat? En het zijn vooral de ervaringen die ze dan hebben, en die ook worden bevestigd doordat ze dat vergelijken met ervaringen van anderen, die daarop wijzen. Let op: hun geloof is niet op ervaringen gebaseerd. Hun geloof is gebaseerd op historische bronnen. Maar ze zien dat die historische bronnen spreken over een God die leeft. En dat leven van die God vandaag maken zij mee. Dus wat dat betreft zie ik hen niet als persoon en zie ik mezelf ook niet als een persoon die heel beperkt en bekrompen begint te kijken. Maar juist als iemand die de oogkleppen wegvallen. Die meer ziet dan alleen maar mensen die roepen alles is alleen maar fysiek. Nee, ik denk dat als we kijken naar uh, wat, wat er in de wetenschap vandaag gebeurt. Dat heel veel wetenschappers zich uitgedacht weten om niet gewoon alleen maar te bewijzen wat er al is. Maar dat ze via... Verificatie openstaan om ook te ontdekken hoe dingen anders kunnen. En vandaag zien we in de wetenschap al meer en meer dat we ook in het Westen erkennen van het geloven in dingen die niet fysiek zijn, ook al noemen we donkere materie of wat dan ook, dat is, dat is niet helemaal van de pot gerukt. Trouwens, wereldwijd gezien is het geloven in God iets wat heel normaal is. Daar is het een uitzondering als je niet gelooft in God. En wat dat betreft moet ik dus. Ja, tegen mensen zeggen die, die mij zoiets voor de voeten gooien van, ja, je bent dom of je denkt niet na. Zeg van, ja, het lijkt een beetje op die wetenschappers die zeggen, we hebben zwanen gezien en zwanen zijn alleen maar wit. En jij beweert nu dat er zwarte zwaren, zwanen zijn, maar dat klopt niet, want zwanen zijn wit. Dan denk ik dat het aan mij is om samen met hen te gaan onderzoeken van, zijn er inderdaad zwarte zwanen te vinden? En uh, ja, die openheid is echt wel nodig. Ik moet trouwens ook denken aan de vele, 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 vele wetenschappers die er in het verleden zijn geweest. Die ook christen waren. Isaac Newton. We kennen hem vanuit de fysica. We, we berekenen uh, balken, ik ben bouwkundige van oorsprong ook, uh, op basis van de wetten van Newton. Tegelijkertijd heeft Newton tijdens het schrijven van zijn stukken over de fysica, heeft hij ook gereflecteerd over Bijbelboeken. Hij is een christen. En als christen denkt hij na over het boek Daniel, over het boek Openbaring. Let op, twintig jaar geleden zeiden wij dat heeft Newton geschreven toen hij oud was. Toen werd hij een beetje dement. Begon hij hele rare dingen te doen. Geen idee wat hij voor paddenstoelen had gegeten, maar hij begon rare dingen te doen. Vandaag weten wij dat hij dat geschreven heeft tegelijk tijdens zijn studie ook voor de natuurwetenschappen. Dus zijn boek over fysica ontstond tegelijkertijd met zijn commentaren over de Bijbel. En daar zie je dus een heel mooi voorbeeld van hoe mensen in het verleden dat niet met elkaar konden rijmen. Natuurwetenschap stond tegenover het geloof in God, en waar ze in tegenwoordige tijden zeggen van ja, nee, dat is niet helemaal waar. We zien bij Isaac Newton juist een voorbeeld van iemand, een briljant denker, die dat toelaat. We zien dat ook bij andere wetenschappers. Heel wat Nobelprijsdragers zijn christenen. En het feit dat ze de Nobelprijs winnen, laat zien dat ze wetenschappelijk verantwoord met dingen bezig willen zijn en dat er stevige argumenten zijn om wel te geloven. Dus geloven is alleen voor domme mensen breekt op het vlak als je kijkt naar de feiten die voor ogen liggen. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een uh, gesprek dat Thijs van der Brink van de Evangelische Omroep had met Arjan Lubach in het programma Adieu God. Geesten? Ja, kwade geesten, mensen die bezeten zijn. En jij, jij interviewt ministers. <laughs> ja. En je gelooft in geesten. Jij niet? Kom op. Wat is nou, wat nou geesten? Ja, ik, ik geloof wel dat het echt meer is dan wij... Maar ik weet je zien. wat nou het grappige is hè? Jij zegt nu uh, op televisie dat je in geesten gelooft. Hmm. En, en, en iedereen denkt, oké, okay, ik geloof er niet, maar prima. Maar als jij nou zou zeggen, ik ga elke zondag naar het bos... en dan ga ik kaboutertjes voeren en met ze kletsen. Dan zou iedereen zeggen, haal die tijd van tv. En nu zeg je bijna hetzelfde. Ik zeg, alleen zeg je niet het hetzelfde. Bepaalde. Jawel! Hoe kun je überhaupt denken dat je als christen... op dit moment in tijd, op uh, dit moment in plaats... toevallig bij de juiste god bent geboren? Waarom denk jij... Als christen, dat je nu goed zit, Wel, ja, als je in het oude Rome was geboren of in Afrika of wat dan ook. Hoe kan het, waarom ben jij dan de uitverkorende tijdens van de brink, terwijl als je in China was geboren, als je niet eens, et cetera? En dan zeg jij, oh ja, maar er is ook nog een uh, gast en daar praat ik mee en die kan dingen doen en daar zingen we liedjes voor en die wordt misschien boos als we dit doen of niet. En dan denk ik, oh, maar hoe kom je daar dan bij? Ja, ja, dat geloof ik. Ja. Snap je? <laughs> en waarom kies je dan die? omdat je ouders dat geloven. Maar wat wil je daarmee zeggen dan? Er is toch nooit bewezen dat God niet bestaat. Nee nee. Maar het is ook niet bewezen dat er geen kabouters bestaan. Maar daar hebben we ook geen gesprek over. Nee. Vertolkt dit een beetje het idee dat de buitenwacht heeft van christenen. Dat zijn een beetje mensen waar een steekje bij los zit. Die zijn niet helemaal, uh, die zijn niet helemaal wijs. Die zijn een beetje gestoord. Ja, ja. ik denk dat Arjan Lubach dat zeker goed vertolkt. Al merk ik wel dat er allerlei punten door elkaar lopen. Hè. Dan moeten we wel meteen uh, zien. De vraag van wat maakt het uh, voor verschil waar je geboren wordt als je gaat geloven. En ook de vraag van kun je kabouters en geesten naast elkaar zetten? Hè? Want dat gebeurt in dit korte fragment. De, uh, het stukje van de sprookjes, zoals gezegd, is van een heel andere orde dan de vraag van is alles materieel. De vraag is: is alles echt fysiek? Is een geloofsvraag? Als je zegt ik geloof dat alles fysiek is. ...ja, dan, dan is dat een geloofsuiting. Je kunt dat niet bewijzen. En juist de wetenschappers erkennen daarin ook... ...in alle onderzoeken die ze doen, ook in de natuurwetenschappen... ...ik denk aan de kwantumfysica... ...dat ze gewoon zeggen van, wij weten niet anders... Er zijn hier hele rare zaken. Raar betekent niet van um, dat, dat, dat er iets heel vreemds nu gebeurt, maar wij proberen de dingen te vatten, maar ze passen niet in onze wiskundige formules. Wij zien dat het denken van Newton, waar alles heel mooi statisch was, dat dat veel dynamischer is dan wij denken. En dat opent ook de mogelijkheid om met zulke wetenschappers die dat uiteraard willen, vanuit de theologische wetenschappen in gesprek te gaan en te zeggen van oké, okay, laten we eens op een serieuze, academisch verantwoorde manier met dit thema omgaan. Wat zijn de redenen om te geloven dat alles fysiek is in het universum? Wat zijn de redenen om te geloven dat er in het universum ook meer kan bestaan dan alleen uh, fysieke elementen, fysicaliteit? En dat zijn goede vragen. Dus ik vind, of je dat dan een geest noemt of, of niet fysiek uh, element, maakt me nu even niks uit. Maar ik vind het vraagstuk te belangrijk om het gewoon neer te zetten als kwatsch. Nee, het is. Het is besef even ook vanuit de benadering van Arjan Lubach. Hij kiest heel duidelijk in zijn reflectie om te zeggen: geesten bestaan niet. Oké, okay, alles is fysiek. Hoe weet je dat? Ook dat is een geloof. En natuurlijk dan de vraag. Maakt het wat uit in welk land je geboren bent? Dat zei ik al eerder. Ik denk dat dat heel wat uitmaakt. Omdat juist als je in ons land, Nederland, Vlaanderen, opgroeit als christen, heb je het voordeel dat je veel meer wordt uitgedaagd om na te denken over je geloof. Dat heb je veel minder in landen waar iedereen gelovig is. Maar hier zitten we juist in de omgekeerde wereld. De meeste mensen in Vlaanderen en Nederland zijn mensen die zich. Rekenen niet tot het christelijk geloof, maar tot het ja, niet gelovig eigenlijk noemen ze zich heel vaak. Ik ben atheist of agnost. En dat maakt dus voor heel veel christenen, het brengt het voordeel dat zij reflecteren over het geloof. Dat ze mogen nadenken. En dat dus dat geloof niet maar iets is van wat ze van de voorvaderen hebben gehoord of wat normaal is vanuit de maatschappij. Maar dat dat iets is wat ze echt zichzelf hebben eigen gemaakt. Dankjewel voor deze uitleg. En heel graag gedaan. In de volgende aflevering gaan we praten over nou ja, het christendom in verhouding met andere wereldreligies. Want is het uiteindelijk allemaal hetzelfde verhaal in een ander jasje? Of is het wel degelijk iets anders? Dus daar gaan we de volgende keer over hebben. Doei! We hopen dat deze podcast je geholpen heeft. Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of ben je geïnteresseerd in podcasts over de Bijbel? Luister dan eens naar Op weg met de Bijbel. Op de website van TWR kun je honderden overdenkingen vinden. Over allerlei bijbelse thema's. Ga hiervoor naar www.twr.nl/podcast.